We staan hier bij het dienstgebouw van de Holland Tunnel. Hier staan de technische installaties voor de tunnels. Eaton die heeft hier een deel van zijn energievoorziening geplaatst, zoals middenspanningsverdeelinrichtingen, transformator en hoofd- en onderverdeelinrichtingen. We zijn trots op dit project omdat dit een voorbeeld is van wat Nederland mogelijk maakt op het gebied van infrastructuur. We zijn echt een land wat ontzettend voorop loopt al decennia lang in technische complexe projecten, met name in de infrastructuur waar water, wegen, zand samenkomen. Dus het is een complexe omgeving waar gebouwd wordt. Er is ontzettend veel uitdagingen zijn er in zo'n project om die op te lossen. Dus dat maakt dat we hier trots op zijn. De samenwerking met Eaton op het project is heel goed verlopen. We zijn in 2018 zijn we met elkaar gestart. Vanaf het begin af aan hebben we de focus gelegd op een goede installatie, betrouwbaar en geschikt om ook de komende jaren goed te kunnen onderhouden. Het is een succes geworden omdat we heel vroeg en intensief hebben samengewerkt met het ontwerpteam van Baak. Door de kennis die nodig is voor zo'n project te bundelen met de kennis van een fabrikant, ben je in staat om de beste oplossingen heel vroeg te bedenken. En dat betekent dat je in de uitvoering eigenlijk heel veel technische problemen al opgelost hebt en dat je weinig of geen faalkosten hebt.